Mijn naam is Anke. Ik hou heel veel van technologie, maar ja, koken kan ik niet zo goed. De airfryer is daarom mijn beste vriend. Mensen lachen me daarom wel eens uit, maar deze zomer ga ik bewijzen dat je echt hele lekkere dingen kunt maken met die airfryer. Vandaag gaan we tosti's maken met de airfryer. Wat je ervoor nodig hebt is bladerdeeg, ham, kaas, wat kaassnippers, nog een ei en ook nog wat peper. Nou, ik ga maar beginnen. Ik leg er nu een hamplakje bovenop. Ik denk dat ik maar een driehoekje ga maken. Nu wat kaas. En wat ik gezien heb in andere video's is, ik moet hem nu samen vouwen. En aandrukken, klein beetje met een vork, zodat hij gewoon goed dicht blijft zitten. Nou, dat lijkt redelijk te gaan. Wat je vervolgens doet is, je pakt het eigeel. Dat heb ik al even geklutst. Dat doe ik er overheen, want anders wordt hij helemaal donkerbruin. Dus je wilt wel een goudkleurig randje erop hebben. Nou, dit lijkt me voldoende. Kaassnippers. Ik hou van kaas. Hoppa, niet te zuinig. En zo, hop, hop, hop. Nou, dat was het al. Dus, hij gaat nu in de airfryer. Leg hem er voorzichtig in. En nu schijnt hij op 180 graden 10 minuten lang aan te moeten staan. Let's go! Nou, dat ziet er best wel redelijk uit. Heet, heet, auw! Nou, eens even kijken of die smaakt. Nou, alstublieft, proefpersoon. Nou, dankjewel. Ik ga er eens even het van proeven. Wow, echt lekker. Ik geef een 8,5. Ik zei het je toch, dat kon gewoon in de airfryer. Dat is echt een geniaal ding. En ja, geef even een like op deze video ter beloning. En vergeet je niet te subscriben op mijn YouTube-channel.